Deze uitzending wordt u aangeboden door Regenfiber en Shubi Reizen. Leuk dat u weer kijkt naar Excelsior 31 TV. Vanavond staat het KNVB-bekerduel tussen Excelsior 31 en SCM op het programma. Als we gaan kijken naar de opstelling ten aanzien van afgelopen zaterdag, zien we twee wijzigingen. Patrick Jurgens keert terug van een blessure en Simon Bajsoy speelt in plaats van Dylan Voskele. Weet Excelsior 31 te winnen van derde klasse SCM? U ziet het in onze samenvatting gemaakt door onze cameraman Thijs Nieuwenhuis. Veel kijkplezier! Yeah.
Excelsior 31 wint dus met 10-2 van SCM. Na de wedstrijd spraken we met Rob Snijders en met Patrick Gerritsen. Nou, mijn analyse is dat we gewoon heel goed begonnen. Binnen een minuut lag hij er al in. En ik denk dat dat is het allerbelangrijkste tegen een team wat laag geclasseerd staat. Als je dan gewoon goed begint, zoals wij deden, dan zakt hun de moed toch wat snel in de voeten. En ik denk dat je dat ook wel weer zag aan de wedstrijd verderop. De doelstelling waar we mee begonnen, dat was natuurlijk direct vol druk erop zetten. Direct zorgen dat we scoren komen, dat we hun geen kans geven. Nou, dat hebben we in het begin heel goed gedaan. Het was binnen mum van tijd was het 2-0. En daarna liepen we heel snel naar 6-0. Ja, daar was eigenlijk die wedstrijd natuurlijk al heel snel gespeeld. Dus die doelstelling was heel erg goed. We waren heel ontevreden over toch drie momenten waarbij de tegenstander toch bij ons voor de goal kwam. En er kwamen zelfs twee doelpunten uit. En een strafschop hebben ze ook nog gehad. Ja, dat waren momenten die niet mogen. Dus daar hebben we het vooral over gehad. Alle drie een beetje vergelijkbare situatie. Toch een bal die gestoken wordt over de verdediging. Dus dat is iets waar wij nog aan kunnen werken tijdens voor de start van de competitie. En daarmee komt er een einde aan deze uitzending van Excelsior 31 TV. De volgende wedstrijd die Excelsior 31 moet spelen in de KNVB beker is uit tegen ACV Assen. Deze wedstrijd zal in de week van 22 september gespeeld worden. Voor nu bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Deze uitzending werd u aangeboden door Regge Fiber en Shubi Reizen.